Zo, ik ben weer terug in de havenstad. Gelukkig is Stefan ook weer terug. Het was een lange rit, maar we zijn weer terug. Het wordt net avond, maar ik ga er toch maar gewoon op uit. Ik ben benieuwd of die van Medusa al begonnen is met zijn gebouw. Ik ga even kijken, even spieken. Ik zie al wel wat, maar volgens mij is die pas net begonnen met de opbouw. In ieder geval, hij is nu bezig. Oh ja, kijk, hier woont hij tijdelijk. Even kijken. Hier ook al wat spulletjes heeft liggen. Nou, het ziet eruit niet als uit alsof hij hier vaak is. Dus ik denk dat hij voornamelijk hard aan het werk is in zijn eigen. Ho, 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 ho. Oh, weer zo'n monster. Ik denk dat hij voornamelijk aan het werk is bij zijn eigen plek daar. Oh jee. Ik ga even richting de hoofdstad. Want we hebben nu natuurlijk die rare portal gevonden. Maar we weten eigenlijk niet echt wat we ermee aan moeten. Dus ja, het is even. We moeten gewoon informatie vinden over. Misschien staat er iets in de boeken, in de bibliotheek, over die portal. Of misschien over plaaggeest of zo. Over iets over het eiland. Iets van informatie. Waardoor we erachter kunnen komen. Wat er nou precies allemaal aan de hand is hier zo op het eiland. Want ja, het is niet normaal qua monsters en qua dat meisje, waar komt ze vandaan? Wie is het? Waar komt ze vandaan? Dat zijn allemaal vragen die constant ons lastigvallen. En waar we echt gewoon een antwoord op moeten hebben. Dus ik ga snel naar de hoofdstad. Ook al is het midden in de nacht. Ik kan gewoon niet rustig slapen zonder dat ik antwoorden heb. Want ik hoor nog steeds af en toe van die stem in mijn hoofd van leven. Ik probeer ze te verdringen. De laatste tijd lukt het iets beter. Maar dat betekent wel dat ik amper slaap. Ik slaap gewoon niet meer. Het lukt me gewoon niet meer om te slapen. En dan ook nog al die monsters die we tegenkomen. Af en toe is het gewoon om gek van te worden. Gelukkig is hier wel de hoofdstad. En voor de rest, het gaat op zich wel redelijk. We proberen echt hard gewoon om alles te negeren. Alle problemen even te negeren. En gewoon door te gaan met het opbouw van onze nu Fenrir, van onze droom. En het gaat gelukkig heel goed. Hopelijk kunnen we binnenkort ook wat nieuwe mensen aantrekken die toch hier willen komen wonen op het eiland. Want anders dan. Ja, dan komen we nooit over deze ramp heen. En dan. Ja, dan weet ik eigenlijk niet wat we dan zouden moeten doen. Ik weet het helemaal niet. Eigenlijk wil ik nog een soort herdenkingsplek voor Levi hebben of zo. Die heeft toch zijn leven gegeven voor ons. Voor het eiland. Voor nu Fenrir. En we hebben eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Behalve dat we hem netjes hebben begraven om dat te eren. Nou, ik ga even naar de piep en die zit hier dus verborgen diep onder de grond. We hebben het toevallig gevonden, maar die piep is dus al eeuwen oud. Die ligt hier dus al langer dan dat wij hier zijn. Dus er is misschien wel iets te vinden ook over het eiland en over dus. Ja. Misschien over haar ook iets. Oh, gelukkig is er nog een minecart hier. Gaan we even heel snel naar beneden. Oh, dit is toch altijd zo'n wilde rit, hè? Hier ligt trouwens ook nog heel veel spullen die we misschien een keertje moeten gaan mijnen. Het is wel een gevaarlijke plek, dat wel. Maar er is hier zoveel te doen. Zoveel te vinden ook. Misschien moet ik maar even een keertje hier iemand naartoe sturen. Om toch wat spulletjes hiermee te. Oh, hier zitten ook allemaal monsters. Oh nee. Oké. Oh. Zie je, dit is natuurlijk het diepste van de berg. En er zitten allerlei monsters. Ik neem even deze trouwens mee. Die niet hier blijven staan. Hier ligt ook nog heel veel kool. En weet ik het allemaal. Dus ligt hier echt genoeg spul wat we mee kunnen nemen. Even kijken, geen monsters meer. Dan gaan we maar even hier naar binnen. Hoop dat het eigenlijk veilig is. En ik weet dus ook niet. Ik heb Wouter al tijden niet meer gezien. Dus ik weet niet waar hij heen is. Hij lijkt wel verdwenen. Maar even kijken hoor. Zo groot. Ik ben eigenlijk nog nooit binnen geweest. Want Wouter zei dat hij het in zijn eentje wilde verkennen. En toen heb ik natuurlijk 8 jaar in de coma gelegen. Maar ja, ik denk dat ik nu toch naar binnen ga. Oké, een rode loper. Nog wel donker op sommige plekken. Heel veel boeken. En hier moet toch bijna wel iets te vinden zijn, zeg. Ik kan toch niet voorstellen dat hier niks te vinden is.
Oh, dit is zo groot. Dit is echt gigantisch. Hoe moet ik hier ooit iets vinden? Wat is dit dan? Nee, nog meer? Wat? Dit is gigantisch. Kijk dan hoe hoog het is. En het heeft nog ook gewoon een plafond. En... oh my god, dit is... er is geen einde aan te vinden. Zoveel boeken. Waar moet ik beginnen? Hoe ver gaat dit nog door, joh? Dit is zo groot. Ik wist wel dat het een bieb was. En ik heb Wouter wel gezegd dat het een grote bieb was. En dat veel te vinden was. Maar zoveel, dat had ik ook niet verwacht. Hoe moet ik dan ooit vinden waar ik naar op zoek ben? Hoe moet ik dan ooit vinden waar de boeken staan over de portal of over haar? Oh, dit is veel te groot, jongens. Hoe moet ik... waar zou ik beginnen? Hier een mooie fontein. Kijk hoor. Nee, die titels komen... Nee. Kookboeken hebben we niet nodig. De geschiedenis van... Nee. Ook niet interessant. Wolven en hun trekjes. Ook niet interessant. Perianen en hun vervolging. Ook niet zo interessant. De wraak op Ljord. Klinkt allemaal heel eng. Dit lijkt allemaal net niet het goede. Nee, ook al niet. Misschien toch maar hier ergens iets zoeken. Jongens, dit is gigantisch. Hoe moet ik het ooit vinden? Even kijken hoor. Het nieuwe land. Het nieuwe land. Zouden ze het over het eiland hebben? Kom ik in de buurt van de goede boeken? Ik hoor monsters die in de buurt zijn. Oh jee. Het verlaten van de gevangenis. Vluchten uit Veren. Vluchten uit Jord. Oké, dit klinkt al een beetje recentelijker. Dit is een beetje waar de tijdperiode waar we nou op zoek zijn. Een nieuw begin. Oké. Een eiland vol nieuwe kansen. Oké, dit klinkt alsof we verslagen van mensen die hier zijn aangekomen. Bouwplannen. Oké, dat klinkt als, dat is misschien de verklaring waarom er al wegen waren. Hoorde ik nou iets? Oh, ik hoor echt overal dingen. Even kijken. Zie je niks? Wat ik kan gebruiken. Maar hier staat iets over de wegen en... ik kan het niet lezen, het is weggevallen. De jungle en zijn gevaren? Oké. Bevloekingen. Oké. Bevloeken en plaaggeesten. Oké, dit klinkt een beetje als... alsof dit de plank is die ik moet hebben. Dus misschien moet ik even hier een paar boeken uitzoeken. En die even meenemen. Zodat ik ze even goed kan doorlezen. En kan kijken wat ze nou precies... wat het nou precies inhoudt. Dus laat ik dat maar zo eventjes doen. Maar eerst... ik wil even weten waar dat monster is. Want... het maakt zo'n herrie hier. Maar in ieder geval weet ik dus waar... waar ik boeken kan vinden die mij waarschijnlijk kunnen helpen. Met... ons probleem. Het zou wel heel fijn zijn. Dat we gewoon een oplossing hebben. Dus ik ga zo even maar dat boek pakken. En dan maar even lekker terug naar mijn huisje. En even kijken wat ik daar precies kan vinden. Want misschien kan ik dus iets vinden
over de portal. Of over haar. Iets wat er hier gebeurd is, waardoor er überhaupt geen Fenrin mensen hier meer waren. Toen wij hier aankwamen. Misschien een verklaring wat er met hun gebeurd is. Dat is op zich ook wel fijn. En misschien staat daar ook wel een soort hint of oplossing. Wat we er tegen kunnen doen. Of in ieder geval wat die portal nou precies voorstelt. Want ja, dat zou ik toch wel heel graag willen weten eigenlijk. Nou ja, ik ga dat maar eventjes. Ga daar maar snel eventjes naar kijken. En hopen dat. Daarna alles goed komt. Want dan kunnen we eindelijk beginnen met gewoon lekker mooi. Ons mooie Fenrin op gaan bouwen.